Dagteksten voor woensdag 13 maart 2024. Genesis 18, vers 19. De Heere zei, ik heb Abraham uitgekozen. Hij moet zijn nakomelingen leren wat ik wil. Ik wil dat ze goed en eerlijk leven. Dan zal ik alles doen wat ik hem beloofd heb. De Heere zei, ik heb Abraham uitgekozen. Hij moet zijn nakomelingen leren wat ik wil. Ik wil dat ze goed en eerlijk leven. Dan zal ik alles doen wat ik hem beloofd heb. Genesis 18, vers 19. Het leerwoord is gehaald uit 1 Timotheus 1, vers 8. Wij weten dat de wet goed is, indien iemand haar wettig toepast. Wij weten dat de wet goed is, indien iemand haar wettig toepast. 1 Timotheus 1, vers 8. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij u. Ben ik ontrouw, gij blijft eeuwig dezelfde. Die gij steeds waart, dat bewijst gij ook nu. Dank u wel, Hemelse Vader, dat wij u hebben, dat u voor u ons genade geschonken heeft, ook nog vergeving geschonken hebt aan uw kinderen die ontrouw waren, alleen omdat u de nakomelingen van Abraham uw trouw wilde bewijzen. En u heeft ons genade geschonken. Vader God, wij weten wat goed is. Wij weten, o Heer, dat u ons geboden hebt om u lief te hebben met ons gehele hart, met ons gehele ziel en ons geheel verstand en ook onze naasten als onszelf. Liefde hebt gij ons geboden en in die liefde willen wij gaan. Helpt u ons, Vader, we hebben u nodig. Te vaak hebben wij condities aan die liefde verbonden en u bewijst ons steeds weer dat uw genade ons genoeg is. Wij danken u, Heer, voor uw bevrijding, voor uw verlossing, voor uw genezing. Wilt u ons aangeven, Heer, waarop wij moeten letten als wij omgaan met elkaar. Als wij het gevoel hebben dat we zo goed handelen, dat we zo rechtvaardig zijn, help ons, Heer. Vergeef ons. We komen met onze kinderen, met onze gezinnen, met onze relaties, met onze buren, met iedereen aan wie wij denken. Ook degene in oorlogsgebieden, ook degene die pijn hebben, de zieken en bedroefden, de ouderen, de jongeren, wezen en weduwen, iedereen op de werkvloer. Wij danken u voor een ieder die zorgt dat wij veilig zijn. Want Heer, wij hebben hier op aarde de veiligheidsambtenaren. Wat u bent voor ons. Onze verlosser, onze bevrijder, onze beschermer. Maar bovenal degene die zorgt dat wij elke dag een dak boven ons hoofd hebben. En iets te eten. Help ons om er te zijn voor degenen die zwerven, degenen die niet te eten hebben, degenen, o Heer, die zoekende zijn, mogen wij daar gaan om harten aan te raken, zonder te vragen als u ons zendt. Wij danken u, Heer, dat wij zo bij u mogen komen en een ieder in uw machtige armen mogen geven en vragen voor uw zegen, voor een vernieuwde salving, dat wij mogen weten dat wij, o Heer, geborgen zijn onder uw vleugels en mogen wij uw wil doen, zoals het is in de hemel en ook op de aarde zal zijn. In de naam van Koning Jezus. Amen, ja, amen.